Wat heb je daar? Je hebt nog iets meegenomen. Ja, ik heb nog iets, nog een geschenk voor jou. Hè? Het is een dolle dag voor jou. Ja, dit kan niet op vandaag. Ja. Ik heb hier namelijk het nieuwe nummer van het tijdschrift Maarten. Wat op zichzelf wel een leuke omslag heeft. Hier ook. Dankjewel. Kijk, wat zien we daar staan? Wilders heeft verloren. Zijn droomland komt er nooit. Jee, zo is het toch? En daar staat... Zullen we het nog even opsommen wat niet gaat gebeuren? Nou, doe dat dus. En Nederland moet zo spoedig mogelijk uit de EU. Nee, de islamitische minderheid in Nederland, 5% van de bevolking, ruim 5% van de bevolking, dient gecriminaliseerd te worden. Ook de Koran thuis hebben, dat is strafbaar. Dat moet worden keihard worden aangepakt. Ik onderbreek je even heel kort. Hè. Je moet niet alles weggeven. Hè? Want dat is op het verzoek van de redactie hebben gezegd. Je moet het een beetje spannend brengen. Dus dat je ook zegt, spannend brengen. Als je meer wilt weten. Het is ongelooflijk spannend. Want ik leg helder uit waarom Wilders verloren heeft. Nee, ik leg eigenlijk helder uit waarom die gaat verliezen. Omdat hij een programma heeft wat volledig onuitvoerbaar is. Oh ja, hier staat omdat het hele sentimentele idee, Nederland op de eerste plaats, Nederland vooruit, dat is in het moderne tijdsgevricht, klinkt dat geweldig leuk en ja natuurlijk, dat spreekt vanzelf, maar het is onzin. Nederland is een klein land wat volledig afhankelijk is van zijn externe contacten, van import- en exportbewegingen. Nederland is gewoon een betrekkelijk... innovatieve en rijke stadsregio in een veel grotere ruimte, dat is de Europese Unie. Dat moeten we ook een keertje... Het gekke is, dat is het gekke, dat de Nederlanders dat heel goed beseffen als ze met vakantie gaan. Want je hoort toch heel weinig mensen zeggen, dat is het gekke bij mij juist, ik ga altijd in Nederland op vakantie. Het is ook schitterend hier in Nederland. Nederland op één, zal ik maar zeggen. Nee, Nederlanders gaan altijd in de ruimte van de Europese Unie met vakantie. Duitsland en Frankrijk zijn toch onze meest prominente vakantielanden. En waarschijnlijk Spanje. Beetje Turkije, schat ik. Italië? Ja, Italië ook wel. Ja, denk maar zeker volgens mij is Frankrijk Italië. Nummer 1. Frankrijk en Duitsland. Ja, maar ja, Frankrijk, prachtig landschap, zonder meer. Frans hoef je ook niet te spreken. Mooi weer. Ja. Nou, mooi weer. Dat hangt er een beetje vanaf waar je bent. Ja, natuurlijk. Als je naar het zuiden gaat, dan zit dat je in Frankrijk natuurlijk al gauw zulk mooi weer hebt dat je er als bejaarde niks aan hebt. Omdat het veel te warm is. Ja, omdat het veel te warm is. Dus de hele dag hang je op een terrasje in de schaduw met een detective. Die kun je op Texel ook prima lezen. Alleen kun je op Texel als middags gaan wandelen. Maar in de Provence gaat dat helemaal niet. Ja, ik ben niet zo'n vakantietype. Maar goed. Ja, dus neem het Eurovisie Songfestival, hoewel, heb ik ooit gelezen dat Australië daar ook aan deel kan nemen? Of ja, er zijn een paar landen, begrepen? Klopt, een paar landen inderdaad, dat je denkt, hé, wat doen die nou, waarom doen die nou mee? Inderdaad? Ja, dat vraag je dan toch af. Ja. Zullen ook wel geprotesteerd worden tegen Israël, als dat nu ook weer meedoet natuurlijk. Het zal iets met de culturele overeenkomsten te maken hebben, vermoed ik. Dat ze, dat alle westerse landen, om het maar even zo te noemen. Natuurlijk Canada, Nieuw-Zeeland, Australië. Ja, maar ja, Canada doet natuurlijk weer niet mee dan. Dan zou ik die Canadezen ook maar uitnodigen. Ja, maar dan is het geen Eurovisie Songfestival. Ik weet niet of dit klopt hoor. Ik zal het eens even opzoeken nu. Anders dan zitten mensen zich nu weer op te vreten. Denken ze, klopt helemaal niet wat ze daar roepen. Mag Australië mee? Ik heb het vragenderwijs aan de orde gesteld. Ik weet gewoon te weinig. Spontaan van het Euro Songfestival. Ik ben altijd verbaasd over de enorme langdurige opwinding die dat ook in de Nederlandse media weet te veroorzaken. Ja, dat wordt een bewust een beetje zo gecreëerd. Ja, hè? Dat is mijn indruk ook wel. Dat het een beetje opgepompt wordt. Oké. Ja, Australië is een van de landen die niet officieel lid zijn van de EBU, maar er wel mee samenwerken. Het land zendt het Eurovisie Songfestival al sinds 1983 ieder jaar uit. En in 2015 werd Australië gevraagd deel te nemen. Dat was eenmalig ter gelegenheid van de 60e editie van het Songfestival. Oké, nee, dat is niet structureel. Nee. Nou ja, heb ik dat in ieder geval bij het verkeerde eind. Ja, ik volg het niet zo. Nee. Even kijken, maar we hadden het over in ieder geval Wilders heeft verloren. Heb je daar de belangrijkste punten nu al van? Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik luister iedere keer naar een herhaling. Want Maarten vertelt iedere keer hetzelfde over Wilders. Ja. Daar kunt u wel iets aan doen.
Namelijk A, u kunt gewoon niet luisteren. Dat nee. is mogelijkheid 1. Maar en mensen vinden het wel interessant. En B zou ik zeggen, misschien kunt u er werk van maken door met een protestbord op het Binnenhof te gaan staan. Hoewel ik niet weet of dat op dit moment toegankelijk is, maar anders bij het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken te gaan staan. Waarbij u op dat bord schrijft, schieten jullie nou eens op, dan kan Van Rossum het ook over een ander onderwerp hebben. Maar zie jij het als een taak om mensen hierop te blijven wijzen, dat die populisten te werk gaan zoals ze te werk gaan? Ja. Ja. Dat is ook de reden dat je het steeds herhaalt. Ik zie de populisten in hun huidige optreden in Nederland. Maar je weet, het is een vrij internationaal fenomeen, de populisten. Denk ook aan de Scandinavische landen, die toch ook hele fatsoenlijke parlementaire democratieën waren. En die ook in allerlei opzichten in het ongereden zijn geraakt. Naar Amerika is wel het meest pijnlijke en ongelukkige voorbeeld natuurlijk waarvan de triomf van een onbeschrijfelijke psychisch gestoorde kletsmajoor. Dus ja, ik vind dat wel urgent om daar iets over te zeggen. Urgent is ook een nieuw woord eigenlijk, hè? Het schijnt ook dat je hebt urgente tv-programma's en je hebt niet urgente tv-programma's. Ja, dat was dat programma van die... Ik ga Galit en Sophie. Dat was niet... Nee, wie was er nou niet urgent? Nou, die jongen die nu bij RTL zit. Renze Klamer met Fidan Ekies. Oh, die waren niet urgent. De vooravond heette dat. Dat was een niet urgent programma volgens BNNVARA. Oh. En toen kwam Sophie en Galit. Ja, sinds die tijd dacht ik dat woord urgent, is dit urgent? Ja, hè? Dat is een media dingetje, vermoed ik. Ja, kennelijk. Ja, je hebt woorden die waaien dan voorbij enige tijd en dan zakken ze ook vaak weer weg. Ja. Hè, nee, mieters bijvoorbeeld, dat hoor je nooit meer. Nee, mieters. Hè? Dat betekent toch leuk? Ja, mieters boek. Ja. Het is wel degelijk afgeleid van mietje, van hè, dit is zo'n omdraaiing. Dus wel een scheldwoord wat veranderd wordt in positief. Vet bijvoorbeeld. Vroeger was vet natuurlijk negatief en nu overigens is dat ook alweer voorbij geloof ik. Dat is van, oh, een lekker vet boek. Hè? Daarmee bedoel je niet dat het een enorm dik boek is, maar dat het gewoon een goed boek is. Precies. Ja, maar waarom voel je dan de behoefte om iedere keer weer te wijzen op die populisten? Want je kunt ook denken, ik doe het één keer, je kunt dan vind ook ik het wel mooi. Bij jezelf zeggen natuurlijk, het heeft weinig effect gehad in de loop der tijden. Maar dat is geen enkele reden om ermee te stoppen. Ik zie het ook wel al. Als je nou toch naar je mening wordt gevraagd, en dat is in allerlei opzichten het geval, in mijn geval, dan vind ik wel dat je die mening moet geven. En dit is een zaak die de Nederlandse parlementaire democratie onmiddellijk aangaat. Ik wil wel zeggen dat ik eigenlijk vrij afstandelijk, afgezien van het feit dat ik altijd sociaal-democratische beginselen heb aangehangen sinds ik nadenk over de politiek. Maar dat ik pas eigenlijk wakker ben geschrokken van Pim Fortuyn. En dat ik in mijn onbeschrijfelijke naïviteit dacht, toen dat allemaal mislukt was, die LPF en zo. En, nou ja, toen in feite de oude toestand deels hersteld werd bij de verkiezingen van 2003. Werd het erger en erger. Nee, zoals je weet, we hebben het er vaak over gehad. Elke 3 jaar een nieuwe halve jaren. Ja, dat is wel zorgelijk. Dat is een storende factor. Te meer omdat weliswaar ook nu weer natuurlijk is de PVV 23% van het electoraat. Maar het gaat er altijd over. De andere partijen die verstandige standpunten hebben, dat geldt ook voor de media natuurlijk, maar deels ook voor mij. De aandacht gaat steeds uit naar de ordeverstoorders. Zo goed als lastige kinderen in een gezin meer aandacht krijgen als al die brave kindertjes die doen wat er gezegd wordt. Maar je zou kunnen zeggen, doordat jij het er zo vaak over hebt, maak je ze zo groot. Dat lees je wel ook eens. Dankjewel Maarten voor je kritiek op de PVV. Weer een zetel erbij. Ik denk toch dat veel van de luisteraars naar de podcast dat ook samenhangt met het bubbelverschijnsel. Maar er zijn ook PVV'ers bij. Nou, misschien om ze te ergeren, dat zou kunnen. Al viel mij wel weer op dat als je naar Twitter-reacties kijkt, dat ze direct in de boom klimmen en zeggen, die Rossen moet direct van de televisie verbannen worden. Die moet weg. Rossen moet weg. Hij is gevaarlijk. Ja, ja, ik weet nog steeds als de dag van gisteren dat ik voor het eerst las, notabene in een rubriek van de Zeeuwse Courant, daar kon je reageren op mijn column. Ik schreef toen een column voor de grote Provinciale Dagblad, persenorganisatie die alleen maar niet meer bestaat. En dat ik daar las, Van Rossum moet dood. En ik was zo verbaasd dat je bij
dat je als reactie op een naar mijn idee hele matige en verstandige column die ik geschreven had, ben al lang vergeten waarover. En dat je dan eens Van Rossum moet dood. En nou ja, daar ben ik ondertussen aan gewend geraakt. Kijk, Van Rossum moet dood, Van Rossum moet weg. Van Rossum is beschimmeld, Van Rossum is oud, Van Rossum is dik. Van Rossum is beschimmeld, oud en dik. Dus de kans dat hij iets verstandigs zegt is nul. Want je weet dat als je dik bent, dan ben je al niet zo verstandig meer. Als je beschimmeld bent, wordt het nog erger. En als je oud bent, ja, weg ermee. En heeft allemaal een baard. De pil van Drion. Hè? Hij heeft een baard ook nog. Hij heeft een baard. Nou nee, dat is tegenwoordig in de mode. Hè? Is dat zo? Ja. Ja. Haar technisch kun je gewoon je zin doen. En dan onvermijdelijkerwijs op een goed moment raak je ineens in de mode. Hey, er zijn ook veel luisteraars die zeggen, Maarten, we weten dat je daar zelf niet zo graag over praat. Maar ja, in Amerika gebeurt niet niks rondom de verkiezingen. Kun je licht daar eens over laten schijnen? Wat daar gebeurt met die voorverkiezing, Super Tuesday. Nou ja, je hebt het al gehad over... Ja, dat wil ik wel doen. Misschien moet ik eerst beginnen met uit te leggen dat er maar weinig democratieën zijn die zo weinig democratisch zijn als de Verenigde Staten. Nou ja, we hebben nu Super Tuesday gehad. Er is verder weinig nieuws over te melden, aangezien geheel naar de verwachting was Trump dik gewonnen heeft. Nikki Haley is uitgestapt. Ik vond het vrij opmerkelijk. Nikki Haley heeft wel gewonnen in de staat Vermont. Daar werd helemaal niks over gezegd. Nou, is dat eigenlijk de meest democratische staat van de Verenigde Staten. Ik begreep dat dat ook een staat is waar democraten ook kunnen stemmen in een republikeinse voorverkiezing. Dus de vraag, hoe serieus moet je het nemen? Maar ik wil maar zeggen, er zijn staten die, laten we zeggen, ongevoelig zijn voor het Trumpisme. En dat zal deels ook gelden voor Massachusetts, voor de noordoostelijke staten natuurlijk. Maar op dit moment valt er van het front weinig te zeggen. Ja, daar mensen kunnen even kijken naar Biden's State of the Union. Die, zoals ik al zei, feisty was. Hij pakte lekker uit. Het was duidelijk dat die State of the Union volledig toegespitst was op de verkiezingsstrijd met Trump. Zonder dat hij Trump bij naam heeft genoemd, heeft hij voortdurend gezegd dat zijn voorganger een bedreiging was voor de democratie van de Verenigde Staten, waar hij het grootste gelijk van de wereld in heeft. Gaat dat ook helpen? Dat is vers 2. Je hebt ook in Nederland mensen die Trump een prima figuur vinden. Hoe gekker, hoe beter. Ja. En we weten nu dus wat de strijd is in november. En het ziet er helemaal niet goed uit. Op dit moment ziet het er voor Biden niet goed uit. Nou, Trump moet officieel nog wel aangewezen worden. Hè? Ja, maar dat zegt allemaal niks. Dik gewonnen in al die staten. Nee, je kunt rustig zeggen dat Trump volledig de macht in de Republikeinse Partij heeft overgenomen. We hadden natuurlijk even hoop met de tussentijdse verkiezingen van 2 jaar geleden, van 2022. Omdat al die kandidaten die Trump op het schild had geheven, die deden het hartstikke slecht. En nou ja, dat was wel even het idee van, lukt het hem nog? Heeft hij die partij nog in de greep? Is er geen serieuze concurrentie? Want we hadden natuurlijk ook nog die eikel uit Florida, die het gezocht heeft in Ron DeSantis. Ja, in nog rechtser dan Trump te zijn. Nou, dat is helemaal niks geworden. Maar goed, Nikki Haley, die, laten we zeggen, het zocht in rechtspragmatisme. Die per slot van rekening ooit ook intensief met Trump heeft samengewerkt in zijn kabinet. Was zijn tegenkandidaat, maar goed, dat was bij voorbaat allemaal kansloos. Ja, dat is heel droevig. En nou kun je zeggen, voor wat betreft de Amerikanen zelf, eigen schuld, dikke bult. Het is ook een idioot politiek systeem, overigens, dat is vers 2. Want niet alleen moet Biden winnen, getalsmatig in de popular vote, hij moet in de popular vote, gegeven het electoraal college, echt ruim winnen om te winnen. Want de vorige keer was het verschil 8 miljoen stemmen en de verschuiving van enkele tienduizenden stemmen in het electoraal college in het Middenwesten, dan had Trump toch gewonnen. Dus ja, dat is een extra handicap voor democratische kandidaten. En hoe werkt dat dan precies? Waarom moet je zo ruim winnen? Omdat in het electoraal college, dat is eigenlijk een stadium tussen de popular vote en de verkiezing van de president. En in die, dat zijn de alle staten die brengen een stem uit. Of die zet, er zijn meerdere kiesmannen, maar die
Als de Republikeinen in die staat gewonnen hebben, dan is de stem voor die staat. En dat is een winner-takes-all systeem. En dat betekent eigenlijk door de ongelukkige demografische verhouding in de Verenigde Staten, dat je wel met enorme overmacht in Californië kunt winnen, maar dat je dat tenslotte toch niet zo verschrikkelijk veel oplevert als het via de popular vote zou opleveren. Dat systeem is vastgelegd in de grondwet. Er is al 700 keer geprobeerd heeft om het te veranderen. Of het op te doeken in ieder geval. Iedereen begrijpt dat het een heel rare zaak is. Maar ja, dat is allemaal niet gelukt, want je begrijpt dat natuurlijk de kleinere staten, die vinden het prima zo. Dan zal ik eerst eens een keer systematisch uit moeten leggen hoe weinig democratisch het land eigenlijk in elkaar zit. Het heeft niks met democratie te maken. Ja, je hebt verkiezingen en er is een enorme opwinding over de verkiezingen, maar nou ja, kijk wat er nu gebeurt. Dat in feite het Huis van Afgevaardigden heeft maar een hele kleine republikeinse meerderheid, maar die republikeinse meerderheid wordt gegijzeld door een extreemrechtse minderheid binnen de Republikeinse Partij in het Huis. De Republikeinse Partij is landelijk een minderheidspartij, maar doordat de Republikeinen beter georganiseerd zijn, handiger gebruik maken van de ruime middelen waarbij de minderheidspartij in feite de meerderheid kan frustreren, zijn de Republikeinen eigenlijk machtspolitiek in allerlei opzichten de Democraten de baas. Wat heel onrechtvaardig is, maar zo is het georganiseerd. Het hele politieke systeem zoals de Founding Fathers het hebben opgezet in de late 18e eeuw, dat is al gebaseerd op het idee dat de minderheid altijd in staat moet zijn om de meerderheid te frustreren. Zij hebben dat uit voorzichtigheidsoverwegingen zo georganiseerd. Maar uiteindelijk blijkt dat natuurlijk een enorme handicap. Omdat in Amerika in feite de meerderheid, die helemaal niet zo gek is als iedereen denkt, die meerderheid wordt steeds gegijzeld door een betrekkelijk kleine minderheid. Omdat het systeem zo in elkaar zit. En aan de republikeinse kant, hè? Lang niet iedereen is voor Trump. Dus die partij is natuurlijk ook wel verdeeld. Nee, dat moet je niet overschatten. Je moet niet overschatten hoeveel tegenstanders die heeft. Ja, en dat niet sommige mensen, niemand weet hoe dat precies zit. Maar wat dat heeft Nikki Haley wel duidelijk gemaakt. Dat zeker een bepaalde soorten van republikeinen, dat is weer een kwestie van opleidingsniveau en woonlocatie. Hè, dus zeg maar, nou, het klassieke type is een hoogopgeleide vrouw, dus die zijn collegeopleiding heeft afgemaakt. Die in een van de betere suburbs woont, die stemt geen Trump. Of zij, als het zover komt, die toch op Trump zal stemmen omdat ze Biden te oud vindt. Want dat is natuurlijk een van de meest wonderlijke aspecten van de huidige strijd. Dat er zitten de president is 81 en de tegenkandidaat is 3 jaar jonger. Zoveel is dat in feite niet. En dat ze erin geslaagd zijn. De media, de Republikeinse Partij, het is een heel complex theater natuurlijk waarin zich dat afspeelt. Dat ze erin geslaagd zijn om Biden te framen als een in feite een niet capabele oude man. En dat Trump, die in allerlei opzichten minstens even vergeetachtig is. Al is dat bij Trump niet zozeer vergeetachtigheid, het zijn allemaal dingen die hij nooit geweten heeft. Dus die ook niet vergeten kan, zal ik maar even zeggen. Hij is zo stom dat hij een groot deel van wat hij zou moeten weten niet weet, maar ook niet heeft vergeten. Hij wist het nooit. Daar komt het op neer. Trump is, kijk nogmaals, ik zei het al, wat betreft Amerika kun je denken, eigen schuld, dikke bult. Dat komt ervan als je zo'n raar politiek systeem hebt. Maar het probleem blijft dat de Verenigde Staten de belangrijkste mogendheid op de planeet zijn. En dat vergaande consequenties kan hebben. We weten helemaal niet of dat zo is. We hadden wel heel gemaakt, maar Biden was ook sprak ook gisteren heel boos over die uitspraak van Trump, dat Poetin maar moest doen waar hij zin in had. Bij die landen die niet betaalden, maar Trump begrijpt ook totaal niet hoe de NATO in elkaar zit. Hij denkt eigenlijk dat het een soort protection racket is, geleid door de Amerikanen, waarbij de een soort mafioze constructie, zal ik maar zeggen. Maar daar heeft hij wel deels een punt, toch? Dat is het ook. Nee, dat vind ik helemaal niet. Ja, dat is natuurlijk klassiek. Iedereen vindt dat. We zijn wakker gekust. We hadden misschien vanaf 2014 iets alerter moeten zijn zonder meer.
Maar er was natuurlijk jarenlang geen enkele reden om te veronderstellen dat we een grote oorlog in Europa gingen voeren. Of groot. Wat we voeren is uiteindelijk toch, hoe erg het ook allemaal is dat een lokaal conflict. En ik heb al eens het voorbeeld gegeven van Rathenau, die toen de Duitsers na de Eerste Wereldoorlog al hun spullen moesten inleveren, zei Rathenau, ja, daar moeten we niet om treuren. Hè, daar moeten we helemaal geen werk van maken. Want als we nu al onze oude spullen moeten inleveren, dan kunnen we over 15 jaar nieuwe spullen kopen. Nou, dat heeft hij niet meegemaakt, want hij is vermoord door rechts. Maar, ja. Tenslotte heeft Duitsland ongelukkigerwijs in de jaren 30 allemaal nieuwe spullen aangeschaft, met alle gevolgen van dien. Dus ja, jarenlang was het redelijk om aan te nemen dat je wel kon bezuinigen op je militaire apparaat. Daar waren de omstandigheden toch ook wel enigszins naar. Ja, dat is nu ingrijpend veranderd en het is dus ook zaak om ingrijpend andere keuzes te maken en meer geld te besteden aan defensie. Maar dat moet even opstarten. Ja, dat gaat allemaal niet 1, 2, 3. Maar als je het opstart en het werkt, dan kunnen wij in ons productieapparaat natuurlijk veruit superieur aan wat de Russen op dat terrein kunnen realiseren. Maar dan nog eventjes terug naar de Republikeinen. Er zijn toch Republikeinen die dat allemaal afkeuren wat Trump heeft gedaan met het Capitool. En die zeggen dat moet niet weer een keer gebeuren. Dus we gaan niet op hem stemmen. Neem bijvoorbeeld George Bush junior. Ja, dat heeft allemaal zonder betekenis. Het feit alleen al dat een ex-president die verwikkeld is in een reeks van min of meer ernstige rechtszaken, althans, er zijn er zeker twee bij die je als ernstig politiek ernstig kunt beschouwen. Dat is die kwestie in Georgia. Maar goed, daar heeft de officier van justitie die het runde, die mevrouw, die bleek een rare relatie te hebben met de chef researcher. Op dit punt dat je ook denkt, Jezus, nog aan toe. Nou ja, die is dus nu geframed als onbetrouwbaar en dan moet ze weg. Dan zou de zaak enorm vertraagd raken. Dan, kortom, ook weer een mislukking. Stom. Ja, Monica Lewinsky-achtig stom. Ik bedoel, als je dan toch zo'n functie hebt, je hebt een verantwoorde functie, wacht dan met je, ik ben helemaal niet tegen zonder gedrag, maar wacht dan mee tot je in principe er niet in je functie ernstige last mee kunt krijgen. Hè? Als je vindt dat je altijd je zonder moet kunnen gedragen, zorg dan dat je niet zo'n functie hebt. Je weet zeker dat je, als het puntje bij paaltje komt, gechanteerd wordt. Ga ze maar doen. En dan natuurlijk nog de kwestie van de 6e januari. Daar had de Senaat, waar diverse belangrijke Republikeinse senatoren toen deze zaak besproken werd, dat was die tweede impeachment, hadden kunnen zeggen, we veroordelen de president. En dan de ex-president. En dan had hij niet meer mee kunnen doen. Dan was die, en dat hebben ze niet gedaan, dat hebben ze nagelaten. Dus in die zin is... Maar het feit alleen al dat je een politiek systeem kunt hebben waarin een ex-president die volstrekt overtuigend aan heeft getoond totaal ongeschikt te zijn voor die functie. Of je nou naar het COVID-beleid kijkt of naar de buitenlandse politiek, wat het ook maar is. Die bovendien een soort mislukte staatsgreep georganiseerd heeft, wel bewust. Die bovendien 4 jaar lang, want hij zal er niet van afstappen, beweerd heeft dat hij eigenlijk gewonnen had. Dat hij gewoon weer mee kan doen. Dan weet je, dat is een politiek systeem wat hopeloos de weg kwijt is. Echt hopeloos. Daar is maar één oplossing, sorry, een hele vervelende soort van oplossing. En dat is dat we moeten wachten tot hij doodgaat. Dan zijn we er vanaf. Of Biden verslaat hem. Want die optie die is er natuurlijk. Die optie is er, maar je weet dat hij nu toch in cruciale staat. En ligt hij toch procenten achter bij die meest recente serieuze opiniepeiling. Hij zegt altijd, november is nog heel ver weg. Dat is waar. Er kan van alles gebeuren. Even een twee keer doodgaan, er kan van alles gebeuren. Maar goed, dat is toch allemaal een beetje wishful thinking. Hoe zal ik dat zeggen? Hoe idioot dat ook klinkt. Ik hoor natuurlijk tot die mensen die zich een leven lang met de Verenigde Staten hebben bezig gehouden. Ik vind dat ik daarin in zekere zin gefaald heb. Omdat ik veel eerder had moeten oppikken wat een ongelooflijk klote land het in allerlei opzichten is. Het is ook heel lastig te zeggen hoe Amerika dat geworden is. Maar ik denk toch uiteindelijk
is de hoofdoorzaak van de kloterigheid van de Verenigde Staten. De wapenobsessie en alles wat daarmee samenhangt. Dat is de slavernij. En de gevolgen op de zeer lange termijn van de slavernij. En van het gevolg dat van het feit dat ruim 13% van de bevolking uiteindelijk zijn aanwezigheid daar kan traceren tot de slavernij. Daar gebracht is als slaaf. Daar is een burgeroorlog over gevoerd. De resultaten van die burgeroorlog zijn vervolgens teniet gedaan in een schandelijk segregatiesysteem. Waarbij de zwarte bevolking systematisch niet waar gediscrimineerd werd. Dat is deels nog steeds het geval. We dachten dat het veel beter ging na de jaren 60. Daarin is ook van alles verbeterd. Maar uiteindelijk is dat weer gestagneerd, dat verbeteringsproces. En vrijwel al die dingen die in Amerika zo volkomen verkeerd uitpakken. Dat is te herleiden tot die, als je kijkt naar dat... Het Electoraal College, dat zijn allemaal constructies die in de tijd bedacht zijn voor de slavernijstaten. Ja, dat is de slavernij. En ik heb dat ook niet. Laten we zeggen, de fundamentele constructionele gebreken van de Verenigde Staten, die had ik eerder moeten laten zien. Waarom heb je die niet gezien? Omdat Amerika toch voor veel Amerika, mensen die veel op Amerika letten, toch in een soort waas van superioriteit gehuld was. Heb je het geromantiseerd? Ja, soort van. Zeker vanuit het perspectief van de jaren 50. Dat je in mijn geval dan de Life en de Saturday Evening Post las in de leesportefeuille van mijn grootouders. Dat je denkt, nou, het is een paradijs op aarde. Ik heb van mijn nichtjes verteld die een eigen camera hadden. Nou ja. Die armoede die wij leden halverwege de jaren 50 vergeleken met die onbegrijpelijke rijkdom van, laten we zeggen, de upper middle class in de Verenigde Staten. Zo is dat verschil is al lang en breed verdwenen tussen daar en hier. Ja, dat vind ik wel. Dat heb ik wel vrij snel gezien, dat de Republikeinen echt volledig de verkeerde kant op gingen vanaf 94. Maar als je dat op de Nederlandse televisie zei, kreeg je altijd kritiek. Ja, u bent zo eenzijdig en ze zijn allebei deugen ze niet. En die democraten zijn even erg. Nee, de democraten waren helemaal en zijn helemaal niet even erg. Die zijn vrij traditioneel. En de republikeinen, ja, die zijn afgezwaaid naar een soort extreem rechts populisme. Trump is niet de veroorzaker daarvan. De Trump is een gevolg daarvan. Kun je een punt aanwijzen wanneer dit begonnen is volgens jou? Of was het er eigenlijk altijd al? Nou, heb je het niet gezien? In 1994 met Newt Gingrich, dat is wel... In aanleg is het er altijd geweest. En in aanleg zou je ook kunnen zeggen is de diepere oorzaak van de problemen waar Amerika nu nog steeds mee worstelt in politiek opzicht, is het feit dat in de late jaren 50 en de vroege jaren 60 de Democratische Partij besloten heeft om omvangrijke wetgeving aan te nemen om de discriminatie van zwarten zoveel mogelijk onmogelijk te maken. En Lyndon Johnson, die per slotverrekening uit Texas kwam, die wist wat dat betekende. Die zei, dit betekent 20 jaar dominantie voor de Republikeinse Partij, want die zal in het zuiden van de Verenigde Staten, waar in feite de Democraten toen de meerderheidspartij waren, de Republikeinen zullen zeggen, joh, wij zijn tegen die civil rights wetgeving. Wij staan achter de blanke bevolking en zo is het gegaan. En het zuiden is volledig republikeins geworden. En dat gevolg is dat de republikeinen van een minderheidspartij in ieder geval evenwaardig zijn geworden aan de democraten. Al zijn ze nog steeds in feite getalsmatige minderheidspartij. Maar door het systeem en door hun keuze tegen de civil rights. Niet alle republikeinen kozen daartegen. En ja, dan krijg je dat gedoe van Nixon met de silent majority. Daar begint het. Daar begint die enorme verrechtsing van de Republikeinse Partij tot in zijn vezels. En dat is uiteindelijk dat stoelt uiteindelijk op racisme, op angst voor de zwarte, haat voor de zwarte. Hè? In Amerika moet je, als je ook in Amerika zegt bijstand en zo. Dat wordt meteen vertaald. Bijstand betekent steun voor zwarten die te lui zijn om werk te doen. Ja, dat is het. Dus ik denk dat je het moet herleiden tot de strijd over civil rights in de late jaren 50.
en in de vroege jaren 60. Waarbij de Republikeinen wel bewust gekozen hebben voor oppositie tegen civil rights wetgeving.